Te weinig. Veel te weinig. Een goede straf? Ja, lijkt mij wel, ja. Vooral die TBS. Dat hij voorlopig niet meer op straat komt. Hè? Dat had voor mij betreft wel wat langer mogen zijn. Terwijl de rechter zich de afgelopen weken boog over de moordzaak op Linda van der Giezen, gebeurde er vorige week in dit huis in Zevenbergen weer een drama. Daar werd het lichaam gevonden van de 46-jarige Wendy. Haar partner is door de politie meegenomen. Hij zou met de dood van haar te maken hebben. Verschrikkelijk is dat. Drie jonge kinderen, verschrikkelijk. Ja, het is wel weer raak. Ja. De derde keer dat iemand zomaar... Ik denk als je ruzie hebt met elkaar, dan zou ik hem maar neersteken. Dat het makkelijk is. Je snapt dat gewoon niet dat iemand dat zo kan doen. Ook de naam Claudia Oskam werd weer genoemd. Zij werd in 2014 vermoord door haar ex William R. Haar lichaam werd na een vermissing van 2 dagen gevonden in de Rode Vaart. Ja, dat heeft op mij wel indruk gemaakt. Ik moet zeggen, de locatie waar zij gevonden werd en de omstandigheden waaronder. En het idee natuurlijk dat de echtgenoot ook meehielp in het zoekproces. Dat haar man haar zelf ging zoeken. Nou, onbegrijpelijk toch. En heeft het gedaan. Dat is iets. Zevenbergen. Het kreeg in 3 jaar tijd te maken met 3 vreselijke moorden. Zevenbergen heeft nog geen 15.000 inwoners. En dat zijn er 3 te veel natuurlijk in een korte tijdsbestek. En toch, zeg ik, ja, is het toeval.